Het is echt veel. Maar goed. Goedemorgen, het is zondag, vaderdag. Maar Sarah is zo zelfstandig. Die had al ontbijt en alles gemaakt en kwam al naar boven. Ik had geen camera, niks bij de hand. Dus zeg het maar. Dus ja, dat hebben we allemaal gemist. En daarna ben ik me eigenlijk gelijk gaan aankleden en zo. Echt, ik weet niet wat ik hiervan vind, maar goed. Daar doen we zo wat aan, daar heb ik eigenlijk nu geen zin in. Ik ga het gewoon lekker in de start vandaag. We gaan toch niks doen, want er wordt geklust vandaag. Zo leuk, maar het staat zo breed uit. En ik heb heel dun haar, maar het wilde nu toch niet door. Oké, een soort van gelukt. Oh, heel de tijd niet gefilmd, maar echt. We hebben een berging en er ligt helemaal vol spullen die hebben we leeggehaald. En allemaal spullen klaargelegd die weg moeten. En ik ben kapot. Ik sta te draaien in mijn benen even. Dus toen dacht ik, mooi moment om toch nog even wat te vloggen. Het is echt veel. Maar goed, het moet daar geïsoleerd worden. Dus het moet gebeuren. Dus dat. Ik heb thee gezet en ga ik eerst even drinken, even mijn vocht weer op peil en dan weer verder. En we moeten zo de barbecue aansteken. Want we zouden gaan barbecuen. Alleen, het is niet heel koud, maar er schijnt geen zon, daardoor voelt het gelijk heel koud. Ik ben even de troep ontvlucht. Ik ben onderweg naar Nice. En ga daar even een bakje doen of zo. En Marco is wat dingetjes aan het doen. En ik kan nu niks, want dan lopen we elkaar alleen maar in de weg. En morgen ga ik dan weer aan de slag als hij aan het werk is. Dan kan ik weer veel. Dus heel even weg. Dus hij ligt tot slapen. Ik ben bij Denise. En ik zie dat Denise op haar Instagram een foto aan plaats is, die hebben we van de week gemaakt. En dat is die spat. Oh, en ik richt lekker niet op mijn scherm, zag ik. Die spat van Foodporn en Denise is die spat. Dus D streepje spot. Jee, daar ben je. Yes. Dus als je het leuk vindt en van eten houdt, zou ik zeggen, volg Denise even. Dus als dit, als die scherp stelt. Niet echt. Dit account in ieder geval. Kijk, lekker. En dit heeft ze overigens allemaal zelf gemaakt. Goedemorgen. Gisteren kwam ik thuis. En toen hebben we nog even zitten praten. En toen gingen we eigenlijk gelijk naar bed. Dus helemaal niet meer aan de vlog gedacht. Dus ik wil hem nog even snel afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.